Hoe langer Cyberpunk 2077 werd uitgesteld, hoe minder er overbleef van de gigantische hype rondom de game. Maken ze de game niet te complex? En is het rijden en schieten niet houterig? Vandaag kunnen we je eindelijk geruststellen. Cyberpunk 2077 maakt de torenhoge verwachtingen waar. Je weet nu vast wel wat Cyberpunk 2077 voor game is. Een soort futuristische cocktail van The Witcher, Deus Ex en GTA. Je begint als de huurling V in de grimmige stad Night City om daar de talk of the town te worden. En je lichaamsdelen eruit te slopen voor mechanische varianten natuurlijk. Niet een standaard GTA-verhaal dat we al vaker hebben gezien dus. Cyberpunk 2077 verrast op vele manieren. Bijvoorbeeld hoe uitgebreid het roleplaying is gedaan. Het is natuurlijk grappig dat je je schaamhaar kunt kiezen en verschillende soorten piebels hebt, maar veel belangrijker is het achtergrondverhaal van je personage. Street Kid, Corpo of Nomad. Deze keuze heeft effect op waar je in Night City je game begint en hoe sommige NPC's je behandelen. Als Street Kid spreek je de taal van de vele gangs in de stad en heb je in dat geval ook dialoogopties die de game makkelijker of in ieder geval anders maken. Het roleplaying gedeelte van de game vertaalt zich ook in een insane uitgebreid en flexibel skillsysteem. In de basis heb je 5 eigenschappen: intelligence, cool, technical, reflex en body, die zelf weer een eigen skill tree met skills hebben. Die 5 eigenschappen upgrade je per level, terwijl de skills zelf beter worden door ze juist te gebruiken. Dat is net zoals in Skyrim en het werkt fantastisch. De perks die je daarbij vrij speelt hebben ook een grote impact op de gameplay, waardoor je tot diep in het verhaal talloze opties hebt. In Night City is iedereen geobsedeerd door het vervangen van lichaamsdelen door zogenaamde cyberware. Mechanische benen, ogen en zelfs harten zijn binnen enkele minuten geïnstalleerd bij zogenaamde Ripper Dogs. Die onderdelen hebben ook impact op je speelstijl. Ga je voor hacken en stealth, dan blijven je armen bijvoorbeeld waarschijnlijk biologisch. Wil je echter knallend vijanden te lijf gaan, dan zijn een extra dikke huid en mechanische benen om hoger te springen waarschijnlijk rete handig. En dan hebben we het nog alleen maar gehad over vies lichaam. Maar daarnaast is er nog een diepgaand crafting systeem waarmee je legendarische gear en wapens maakt, die weer in allerlei categorieën komen en met onderdelen verder te customizen zijn. Eén dikke tip: speel de spel niet als een simpele shooter. De game knalt prima weg, maar door geen gebruik te maken van de vele opties die je hebt buiten het schieten om, doe je de game echt tekort. Sterker nog, Cyberpunk 2077 biedt een zee aan mogelijkheden voor meerdere playthroughs. Would you rather live in peace as Mr. Nobody or go down for all times in a blaze of glory? Dat heeft ook te maken met hoe alle mechanieken dynamisch op elkaar inspelen en worden gecombineerd met een onvergetelijke wereld en een geweldig verhaal. Kort door de bocht krijg je in Cyberpunk te maken met het laatste restje menselijkheid in een enorm grote stad en een prettig gestoord oog voor detail. De maker CD Projekt Red beloont de Cyberpunk-kenner met verwijzingen naar films als Ghost in the Shell en Blade Runner en een mengelmoes van armoede, technologische vooruitgang en virtuele porno-sessies. De verhalen die je in de stad meemaakt hebben daarbij de nodige emotionele punch. Cyberpunk is een game waarbij je optionele gesprekken voert om de relatie met anderen uit te diepen. Johnny Silverhand, gespeeld door held van beroep Keanu Reeves, staat daarbij centraal. Wat er ook gebeurt, Silverhand is altijd in Vies gedachten aanwezig voor een lekkere one-liner. You're a dick, you know. And you're a cunt. Maybe we'll fit together after all. Over het hoofdverhaal willen we zo weinig mogelijk kwijt natuurlijk, want dat moet je helemaal zelf beleven. En dat kan wel eens gruwelijk anders verlopen dan de game suggereert, met een afloop die je zelf in de hand hebt. Goed of slecht? Wij moesten in ieder geval flink slikken bij de aftiteling. Misschien wel belangrijker zijn de optionele missies van de game, die net zoals in The Witcher 3 met heel veel liefde zijn gemaakt. Doe jezelf een plezier en zoek deze verhalen op, want sommige wil je voor geen goud missen en hebben invloed op het hoofdverhaal. De world events kun je trouwens wel grotendeels links laten liggen, want die zijn vooral opvulling. Maar ja, het is waar, Cyberpunk 2077 kent zeker ook wat minpuntjes.
Zo lijken NPC's die er niet toe doen meer op paspoppen dan levende mensen en liepen we regelmatig tegen bugs aan. Misschien hadden we geluk, want geen van deze problemen waren gamebreaking, maar wees gewaarschuwd. Een ander minpunt dat wel de gameplay beïnvloedt is de melee combat. Hoofden eraf hakken met een katana is een leuk spektakel, maar voelt in first person toch wat minder overtuigend aan. Ook is het concept van braindance, een soort virtuele versie van echte herinneringen, onnodig ingewikkeld. Gelukkig komt het niet al te vaak voor in de game en zal je er niet zo erg aan storen. Eat lead, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, my amor. We're bulletproof. Maar goed, als je hard zoekt kun je 10 dingen opdoemen die niet zo goed zijn aan Cyberpunk 2077. Maar de game zet er ook 90 goede dingen tegenover. Cyberpunk 2077 is een schoolvoorbeeld van hoe verschillende ambitieuze elementen samenkomen tot één groot mechanisch geheel met een ziel. Daarom kunnen we niets anders doen dan de game een dikke 90 te geven. Vond je deze review leuk? Geef ons dan een duimpje omhoog en mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan ook even op ons kanaal.